Kijkers van Loop TV, welkom bij dit politieke debat. De 6 landelijke partijen die ook in Schiedam vertegenwoordigd zijn, die gaan we aan het woord laten. En we gaan van hen horen wat zij van diverse onderwerpen vinden. We gaan naar het tweede balletje. Het wordt spannend. Nou, je kan het een beetje uitrekenen. Alfabetisch naar het CDA komt meneer Bregman van D66. Als een volwaarde quizmeester mag ik u de emmer toereiken. Ik zie u kijken. Blauw. En ik ben benieuwd waar u op terechtkomt. Spanning stijgt. Is het een cliffhanger? Even helpen. Ja, dan hebben we het al. Het bekende openmaken. U gaat praten over... Veiligheid. Veiligheid. Nou, dat wordt dat. Veiligheid, ja. Veiligheid is altijd een issue, hè. En veiligheid zit altijd in meer politieagenten en repressie. En wij vinden dat elke misdaad die wij als misdaad hebben benoemd in ons strafrecht, dat die bestraft moet worden volgens de geldende normen. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Maar waar het natuurlijk heel erg weer niet over gaat, is dat een heel simpel feit, bijvoorbeeld dat maar 25% van de misdrijven in Nederland gepleegd worden, dat die wordt opgelost, dat die voor de rechter wordt gebracht en ineens wordt veroordeeld. 25%. Dat wil zeggen dat 75% niet wordt opgelost. En dat zijn van de aangiftes. En we hebben net een onderzoek nog gelezen dat er 1 op de 4 aangiftes maar wordt gedaan. Dus dat gaat over schrikbarende aantallen. En dat is wel, denk ik, de kern van het hele veiligheidsbeleid. Is nogmaals straffen waar je moet straffen en zet er ook op in. Maar kijk vooral nog even naar hoe je dat kan voorkomen. Met een hoger oplossingspercentage, daar voorkom je misdaad mee. Misdaad mag niet lonen. Nou, en dat komt gelijk bij een volgende wat wij op veiligheidsgebied wel heel belangrijk vinden. Is wat erop aanhaakt is de verweving van de criminaliteit met de bovenwereld. De onderwereld met de bovenwereld. Dat speelt ook heel erg in Schiedam. We hebben toch al een hele discussie in de Raad gehad over een bedrijfsgebied in Spaanspolder. Daar moet je dus keihard tegen optreden. Nou, een heel belangrijk ding, niet de oplossing voor alles, laat ik dat gelijk benoemen, is bijvoorbeeld wel het legaliseren van softdrugs. Mm-hmm. Ik pleit niet voor gemeentelijke wietplantages, maar een heel reëel beleid staat voorop. En eigenlijk wordt dat heel breed gedragen ook in de landen. En ik vind dat we echt nauwlettend in de gaten moeten houden hoe Rotterdam daarmee optreedt en daar ook echt bij aansluiten. En zorgen dat al die nadruk die we hier leggen op die wietplantages, 1 per week wordt er hier opgerold. Dat zijn schrikbarende aantallen. Dus dat aantal moet naar beneden. En als je zorgt dat je kan straffen, maar ook zorgen dat je dingen uit de misdaad haalt en daar van het geld, voor mij wordt verdiend aan belastingen. Hè. We kunnen ook nog beter aan gezondheidsaspecten bijvoorbeeld denken. Mag wat mij betreft rechtstreeks naar de bestrijding worden gestuurd. En dat vindt onze partij dan ook wel belangrijk, dat je dat dan ook hard aanpakt. Zo is het. Nou, keurig. Meneer Spek, u mag als eerste reageren op het verhaal van meneer Bregman. Ja, ik vind het heel interessant, want de heer Kman... Bregman begint over de zogenaamde wietwet. In dat voorstel wat aangenomen is in de Tweede Kamer ontbreekt complete volksgezondheid. Wellicht kunt u daar nog op ingaan. En hij had het ook kort over de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Maar door dit juist vrij te geven en door het niet te laten telen door de gemeente zelf, zal de huidige onderwereld straks naar de bovenwereld gaan. Dus hebben die verwevenheid juist meer. Maar dat is het geen onderwereld meer. Want dat is nou juist het hele mooie. Maar dan faciliteer je dus de criminelen van nu om hun geld... Je faciliteert oprechte, eerlijke ondernemers, zoals de meeste coffeeshophouders in Nederland. Dat is een van de meest gecontroleerde branches in heel Nederland. Daar hebben we Bibop-procedures voor op losgelaten. Aan de voorkant gaat dat allemaal goed. Ze betalen belasting. Er wordt gekeken naar hoe oud ze zijn als ze binnenkomen. Er wordt dan preventie gedaan. Je hebt er ook grippen op. Maar wat er fout gaat, is zodra die achterdeur of die voordeur open gaat, dat je een crimineel door de achterdeur binnenlaat. En als je dat gaat missen, als je daar grip op krijgt op die stroom, dan kan je eisen stellen aan gezondheid. Mm. Dus er was laatst een onderzoek over alle chemische bestrijdingsmiddelen wat in die illegale wiet zit. Ja, dat kun je doen. En roken zal nooit gezond worden. En ik vind dat we het roken nog verder moeten ontmoedigen of misschien wel wat strenger aan moeten pakken. Maar ga dat niet verwarren met de wietdiscussie, want dat is toch wel even iets anders. Schiedam heeft natuurlijk een soort core business. Is er beroemd om. Het is ook een drugsfabrikaat. Ja. In dit geval is het dan alcohol. Daar hebben we ook op een gegeven moment van gezegd. Er is ook tijden van drooglegging geweest. Maar daar hebben we ook op een gegeven moment van gezegd. Nou, dit is een gelegaliseerde drug. En op die manier kunnen wij dus een ik noem het even een reinheidsgebod. Maar we kunnen er onze controle op uitoefenen. Sterker nog, notaris Genever. We zitten de burgemeester en de gemeentesecretaris zetten daar keurig een handtekening op, zo van dit is approved by government. Nou ja, dat is dus een manier waarop je kunt zorgen dat er geen illegaal gestookte alcohol in omloop is, dat er volksgezondheid daar
nou, relatief minder onder te lijden heeft. En ik vind dat een prima voorbeeld, wat je dus ook met de legalisering van softdrugs zou kunnen bewerken. De VVD is voor het slimmer reguleren, maar het voorstel wat er nu ligt is niet slimmer. Er is over bepaalde dingen, volksgezondheid en die verwevenheid met criminaliteit, is gewoon niet voldoende over nagedacht. En daar moeten we eigenlijk met z'n allen beter over nadenken voordat we die stap gaan zetten. Nou, het CDA heeft er al heel lang over nagedacht. We vinden het een gruwel om het te legaliseren. Dan ga je iets wat slecht is, ga je goed maken. Tenminste, dat wordt de beeldvorming. Het mag, dus we doen het. Ja, maar het mag en, dus, hè? Ja, daarom zegt het CDA volgens mij ook heel duidelijk. Ja. Nee, doe dan niet wat u wil, namelijk legaliseren. Maar maak er gewoon illegaliseren van. Het mag gewoon niet meer. Sluit gewoon de coffeeshops. Weg met die troep. Dit is niet een verbetering voor onze samenleving. Daar had ik het net over. En dat zou fantastisch zijn als het sluiten van de coffeeshops ook direct zou leiden tot dat iedereen zou stoppen met blowen. En dat is niet het geval. Dus, en dan je zult dus ergens moeten beginnen. En door nu de kraan nog verder open te zetten dan die al is. Want we zijn het helemaal eens dat het systeem zoals het nu is niet werkt. CDA zegt gewoon weg ermee. Laten we daar helder in wezen. 80% van de drugsteelt gaat sowieso al naar het buitenland. Dus het is niet van dat als wij nu wietteelt gaan reguleren, dat daarmee alle problemen. Nee, zeer zeker niet. Er blijft voor 80% blijft het gewoon nog illegale drugsteelt in Schiedam, in Nederland blijft er over. Dat moeten wij gewoon niet willen als samenleving, dat we dit onze kinderen, onze medemensen gaan aandoen. Maar liep ik met mijn dochter langs. Het was bij de Hoofdstraat. En die zei, wat ruik ik toch? Ik zei van, laten we maar snel doorlopen. Toen zei ze, hé, het ruikt hier zo raar. Ja, toen kwam er iemand naar buiten lopen. Die was zo stoned als een garnaal. Nog steeds. En toen zei mijn dochter, dit hoort toch niet zo? Nee, dit hoort ook niet zo. Zo hoor je niet samen te leven met elkaar. Dit past niet in onze maatschappij, moeten we niet willen. En het is maar, jammer dat zoveel en partijen. Wat u dan wel wil, want als u als uw plan zou doorgaan, dan zou je dus niet één wietkwekerij per week moeten gaan sluiten, maar twee. Nou, dan ben ik benieuwd waar het allemaal de kosten van gaat. Volgens mij zei u aan uw begin van uw betoog dat u juist meer wil dat er zaken worden opgelost. Nou, ja. Wat mij betreft gaan we daarop investeren. Waar ik niet op zit te wachten als CDA, is dat wij straks gaan verdienen aan de wietteelt. Ik kan dat niet verantwoorden. Mevrouw Zwang, u heeft nog niet meegesproken. Ja, ik luister het aan en ik denk van, ik snap het stukje ongemak bij meneer Hekman. Maar tegelijkertijd door het helemaal te verbieden is een beetje naïef om te denken dat het dan stopt en niet meer gebeurt. En wat ik op dit moment, wat het meest kwalijk is met alle wietplantages, is dat het heel vaak in woonhuizen zijn waarbij gezinnen, kinderen. Dat zullen we houden. Ik geloof niet dat we dat zullen houden. Ik bedoel, op het moment, en daar verschillen we dan van mening. Ik denk op het moment dat we de wietteelt gaan reguleren, dat je dat stukje uit het schimmige circuit haalt. En natuurlijk moeten we heel goed. Maar 20% wat je uit het circuit haalt. Ja. 80% blijft gewoon. Nou, ik denk dat we heel goed moeten kijken op welke manier het wel te reguleren is. En ik denk dat de wietwet daar een mooie eerste aanzet toe geeft. Hoe denkt u dat het te reguleren is? Wat denkt de PvdA daarvan? Wij zijn daar met elkaar nog niet over uit. U bent er niet over uit, maar heeft wel mee ingestemd in de Tweede Kamer met die wet. Dan weten we toch waar u voor heeft ingestemd. In Schiedam hebben we ook met een motie ingestemd. Waarin wij de ontwikkelingen op de voet gaan volgen. We hebben ook overwogen om voor de eerstvolgende raadsvergadering vragen te stellen over die nieuwe wet in de Tweede Kamer. Het is dat wij al weten wat onze burgemeester gaat zeggen. Dus we wachten de Eerste Kamer even af. Dus het heeft nu nog niet zoveel zin om daarop in te gaan. Nee. Maar wij hebben als Schiedam, hebben wij ons als raad, niet iedereen heeft hem ingestemd. Dat weet ik, maar als raad in meerderheid hebben wij ons al gecommitteerd naar het bijhouden van die ontwikkelingen. En wat ik Vincent, van wat moeten we verder bekijken? Ik denk dat we heel goed moeten kijken. We moeten voorkomen dat op het moment dat wij het in Nederland gaan legaliseren, dat wij de voorraadschuur voor heel Europa en nog verder worden. Maar tegelijkertijd zie je in de Verenigde Staten, waar sommige staten daar mee experimenteren nu, dat die goede ervaringen hebben. Laten we daarvan leren en laten we daar kijken van hoe kunnen we het zo doen dat het niet is van, joh, als je 10 bent mag je alvast gaan blowen. Maar wel, hoe halen we het de gekkigheid eruit dat het aan de voorkant wel mag en aan de achterkant niet. Meneer Bregman, ik wou eventjes, meneer Bregman, over veiligheid. Laten we het even op Schiedam betrekken. Het bekende verhaal, mensen voelen zich niet veilig op straat. Wat kan u, meneer Pechtold, vertaald naar u toe, voor Schiedam betekenen op dat gebied?
Nou, gelukkig gaat het, en toch weer even het Schiedamse, een stukken beter met de veiligheid. Er zijn een aantal probleemgebieden, en die hebben we ook best in kaart met de staat van de stad, wat we altijd doen. En daar kan je dus ook heel gericht dan op inzetten. En soms, als je echt een hotspot hebt, dan moet je daar een heel scala van maatregelen voor uit de kast trekken. En dat kan zelfs camerabeveiliging toezicht zijn. Maar daar is dus een discussie over, hè? GroenLinks... heeft gezegd van, nou ja, laten we eerst nou eens kijken waar we die camera's ophangen. En de burgemeester zegt, zoveel mogelijk. Het is een beetje vreemd einde van mijn zin, want nou lijkt het net of ik voor camera toezicht zou pleiten. En dat is nou juist niet van waar. Wij vinden, ik geloof dat GroenLinks het aangesproken. Nou, misschien meneer Bregman eerst even, maak het even af. Maar dan moet je het dus wel integraal doen. Je hebt een aantal maatregelen uit de Rotterdamwet die je kan inzetten. Je moet grootschalig inzetten op woonverbetering, wat we in Schiedam ook doen. En er moeten ook middelen zijn. En D66 wil ook heel graag goede sociale huurwoningen bijbouwen. 100.000 staat in ons verkiezingsprogramma. En daar kan je perfect natuurlijk daar slechte wijken mee aanpakken. En dat gaat wel heel specifiek echt over veiligheid, structureel aanpakken. Onderwijs, betere huizen, preventie, toezicht. Alles wat erbij komt kijken. Maar alleen zeg maar harder ingrijpen of de wijkagent wat harder laten aanknuppen. En vooral ook de toon van het debat niet laten verharden. Dus hele groepen mensen in de samenleving wegzetten. Mm-hmm. Want we hadden net over normen en waarden. Ik denk dat mevrouw Zwanger noemde het ook al. Het zit ook heel erg in de structuur. Bepaalde culturen of bepaalde afkomsten zit een groot veiligheidsprobleem. Maar ja, we hebben ook die gemeenschap zo hard nodig om die problemen aan te pakken. Als we het over Marokkaanse jongeren hebben, dan hoeft u mij niet te verwachten dat we daar soepel een thee mee gaan zitten drinken. Maar ik verwacht wel dat investeren in een omgeving, dat zorgen dat ze op het rechte pad blijven. En dat gaat over... Daar vind ik het voorbeeld wat u noemt juist een mooi voorbeeld van hoe ook de ouders daar de rol in nemen. Want absoluut, ja. Wat we zien bij het overlast van Marokkaanse jongeren, dat door juist Marokkaanse vaders op pad te sturen s'avonds, die patrouilleren of surveilleren op hotspots, waardoor de overlast afneemt. En nog wel een mooi voorbeeld over bijvoorbeeld de radicalisering. Hè? Gelukkig in Nederland hebben we daar geen hele gekke dingen mee gehad of wat incidenten na. En ik hoop altijd maar dat er ook een gedeelte in zit in die dat wij mensen niet tegen elkaar opzetten of wegduwen in een hoekje. Want als een radicale moslim of dat hij radicaliseert, dan moet opgemerkt worden door buren, door ouders, door broers, door zussen. En die moet je actief erbij betrekken. Ja. En als we ze allemaal over één kam scheren, dan denk ik dat je probleem alleen maar vergroot. En dat is zoveel betere aanvang. Wie scheert nu? Want meneer Hekman, ja. Volgens mij, CDA doet dat in ieder geval niet. Het gaat even repressie dan waar het uiteindelijk wel om gaat, we het helemaal met u en met mevrouw Zwang eens. Het begint aan de voorkant, begint bij de opvoeding, begint in het gezin. Daar hoort het te zijn. Maar samenleven. Samenleven, daar hoort de opvoeding begint in het gezin. Maar uiteindelijk zien we ook dat het wel eens misgaat. En dan vind ik, dan moet je ook als overheid gewoon aanpakken. Dan moet je niet het kopje thee gaan drinken. Dan moet je ook gewoon heel helder zijn wat de normen zijn. Want het is waarden en normen. En de normen zul je ook moeten handhaven. Maar ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Het is een raar idee om nu te stellen dat het een punt is, zeg maar, dat je moet gaan optreden als iemand zich niet aan de wet houdt. Volgens mij zit er een aspect aan veiligheid, wat ik toch wil inbrengen. We zoomen nu heel erg in op concrete veiligheid, wat ook met misdaadcijfers of overtredingen gestaag is. Maar wat je ziet is dat heel veel sommige Schiedammers zich niet veilig voelen in hun wijk. Waar de cijfers daar helemaal niet toe leiden. Of daar geen reden voor geven. Dus ik denk dat we als we het over veiligheid hebben, je niet alleen naar die aspecten moeten kijken, maar ook van hoe kunnen we het sociaal, hoe kunnen we het samen doen. Want als je elkaar kent, dan voel je je ook veiliger. Als je het gevoel hebt van, ik ken alle kinderen, ik ken alle jongeren die daar lopen. Wat een mooi voorbeeld. De wijkagent kent iedereen. Ja. Dus de samenwerking tussen het WOT, de wijkcentra. Ik bedoel, als iemand in West iets uithaalt, 9 van de 10 keer kennen Harry en Kobe van de Erken, kennen ze. Ja. En wordt het daar ook. Dus ik bedoel, die hele gemeenschap, dat moeten we weer. Dat is ook een aspect van veiligheid. Zonder direct met agenten en. Meneer Spek, zit de poten. Ja, ik hoor de hele tijd de wijkagent. De VVD wil meer investeren in wijkagenten. Die zijn toch de oren en ogen van de wijk. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat de heer Bregman... heel de tijd het heeft over samenwerking en radicalisering. Maar in de Tweede Kamer heeft meneer Pechtold tegen elke wet, antiterreurwet, tegengestemd. Dat vind ik toch opmerkelijk. Nou, als je daar de conclusie uittrekt... Wet afpakken paspoort van een jihadiste, overal tegengestemd.
U haalde me even door dat je daarmee terreur zou goedkeuren. Waar het nu steeds om gaat, dat we steeds meer maatregelen bedenken om alles maar tegen te gaan. Dus ook bepaalde grondrechten. Samenwerken tussen de diensten lijkt me toch cruciaal. Nu heeft dat tegenstelling. Ja, maar privacy is ook cruciaal. En dat is een afweging die ten alle tijden dient te worden gemaakt. Ik vind de veiligheid belangrijker dan de privacy. Hoe kunt u het verklaren of uitleggen aan iemand die vermoord is? Omdat, nou, dat is dan sowieso dat vrij lastig. Ja, omdat de privacy niet geschonden mag worden. Ik vind dat schokkend. We gaan naartoe naar een samenleving dat alles wordt gecontroleerd. En op een gegeven moment dat je je onschuld moet gaan bewijzen. En dat is niet de samenleving waar in ieder geval als D66 voor staan. Je hebt een rechtsstaat nodig. En die rechtsstaat controleert wanneer je iemand. Ja, maar u stelt het erover dat je dan niet kan oplossen. Het gaat niet over dat je alsmaar meer bevoegdheden krijgt. Het gaat dat je je werk niet goed doet. Bijvoorbeeld met het oplossingspercentage, als het dan daar weer over gaat. Dan doe je dus voor 75% je werk niet goed. Laten we eerst gewoon je werk goed doen voordat we allemaal weer nieuwe bevoegdheden gaan doen. Als je ook... En op gemeentelijk niveau. We hebben daar een hele discussie natuurlijk net inderdaad over gehad. Is maar weer bibop, zeg maar, toepassen op bepaalde gebieden. Dan moet je gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ik zeg niet dat het niet moet, want soms moet het. Hè. Op het Spaanse polder zijn we het dan wel bijvoorbeeld over eens. Maar het is niet een fetisch dat alles maar daarmee wordt opgelost. Meneer Bregman, ik ga u onderbreken, want we hebben het kwartiertje erop zitten. Dank u wel. Zo, kijkers, dat was hem dan. Het politieke debat op Look TV. Wij hopen u hiermee van dienst geweest te zijn en hopelijk ook een beetje advies kunnen geven over waarop en op wie u gaat stemmen op 15 maart.